dat zoiets kleins nu zulke enorme gevolgen heeft. Europese landen sluiten hun grenzen. Doe gewoon rustig. De druk neemt iedere dag toe op al die IC-afdelingen. Als we dat toch konden voorkomen. Looking for a vaccine is absolutely critical. Het wordt wereldwijd onder hoogdruk geforscht. En zolang er geen vaccin is, zal het coronavirus als een golf door de wereld blijven gaan en ons land niet overslaan. Ook in Nederland wordt hard gewerkt aan een vaccin dat ons kan beschermen tegen het coronavirus. Maar wanneer is het af? En waarom is het zo moeilijk om te maken? Het goede nieuws, we zijn al een tijdje bezig. Want begin januari dit jaar, toen de uitbraak in Wuhan nog maar net begonnen was, kwam er al genetische data van het virus online vanuit China. Het onderzoek ernaar startte direct, ook in ons land. De race om een vaccin is dus toen al begonnen. Maar eerst, hoe werkt een vaccin eigenlijk? Bij een infectieziekte dringt een virus je lichaam binnen, valt het je cellen aan en dat maakt je ziek. Een vaccin bevat maar een klein stukje van dat virus en dat kan je dus ook niet ziek maken. Je lichaam reageert op het stukje virus door antistoffen te maken die het virus aanvallen. Daarna slaat je afweersysteem de antistoffen op in het geheugen. Het resultaat? Als later het echte virus binnenkomt, zijn er al antistoffen en worden er heel snel extra antistoffen bijgemaakt. Zo kan je lichaam het virus snel tackelen. Een vaccin is dus iets anders dan een medicijn. Want een medicijn helpt zieke mensen genezen, terwijl een vaccin voorkomt dat je überhaupt ziek wordt. Ook de zoektocht naar een medicijn voor corona is nog in volle gang. Maar voorkomen is beter dan genezen. Just a small prick, a small price to pay for the immunity which this vaccine can provide. Daarom werken grote farmaceuten en universiteiten wereldwijd op volle sterkte aan een vaccin tegen corona. In de Verenigde Staten is zelfs al de eerste persoon ingeënt met een kandidaatvaccin. I was the first. It's unbelievable. Everybody's feeling so helpless right now and I realized that there was something that I could do to help. En bij de World Health Organization zijn al ruim 40 kandidaatvaccins aangemeld. Waaronder ook deze, van een farmaceut in Nederland. Hi. Dit is Hanneke Schuitenmaker. Ze is hoofd virale vaccins bij farmaceut Janssen in Leiden. En ze leidt een team van meer dan 100 mensen die werken aan een vaccin. Ja, we hebben deze week ons favoriete vaccinkandidaat gekozen. En ook nog twee reserve vaccinkandidaten daarbij ingesloten. Ja, we hopen dat we volgend voorjaar een vaccin klaar hebben. Dat is het snelste traject. Maar ja, dat duurt dus nog ruim een jaar. En dat komt onder andere omdat het coronavirus je eigen immuunsysteem ook tegen je kan gebruiken. Een van de risico's die we kennen bij het maken van vaccins tegen luchtwegziekmakers is dat de immuunrespons, als die niet helemaal goed is, dan kan die immuunrespons een verslechtering van het ziektebeeld geven als mensen geïnfecteerd raken. Dus ja, je gaat hele grote aantallen mensen vaccineren. Dan wil je echt wel zeker weten dat je niet het risico loopt dat je het voor heel veel mensen erger maakt. Dus dat, ja, dat kost tijd. En daarom zegt ook de WHO. There's only thing, one thing more dangerous than a bad virus, and that's a bad vaccine. De tweede reden dat de zoektocht nog zeker een jaar duurt, testen. En dat ligt gevoelig. Want je gaat het vaccin toedienen aan gezonde proefpersonen. En zij mogen geen grote risico's lopen. De voorwaarden zijn daarom veel strenger dan bijvoorbeeld het testen van een experimenteel kankermedicijn op iemand in zijn laatste levensfase. En dan moet je het resultaat ook nog goed meten. Bij een ziek iemand kan je zien of iemand beter wordt. Maar bij een vaccin is het veel moeilijker te bepalen wanneer het werkt en of dat voor iedereen het geval is. En tot slot, niemand kan voorspellen wat de volgende pandemie is. En daarom begint men pas met het maken van een vaccin als er behoefte aan is. Want anders wil niemand het hebben. Deze grafiek van de Mexicaanse griep laat het gevolg daarvan zien. Tegen de tijd dat het virus over zijn piek heen is, worden de vaccins pas op grote schaal geleverd. Die konden achteraf letterlijk de prullenbak in. Dus waarom beginnen farmaceuten en universiteiten er dan aan? Als we nu gaan wachten en eerst gaan kijken hoe het zich gaat ontwikkelen, dan zijn we zeker te laat. En ja, mocht het hierna allemaal verdwijnen, dan ja, is dat ons bedrijfsrisico geweest. Maar experts verwachten dat een vaccin, omdat de ziekte zo wijd verbreid is, ook over een jaar nog nodig is.
En landen willen allemaal als eerste toegang. De WHO roept daarom op om het eerlijk te gaan verdelen. Even if we get a vaccine that's effective, we have to have that vaccine available for everybody. Het duurt allemaal nog lang. Maar the speed is really unprecedented. In 60 days to have the first person to be enrolled in vaccine trial is really amazing. En bedenk, vroeger, zoals bij polio, duurde het tientallen jaren voordat er een vaccin was. We proberen je op dit kanaal zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en het andere nieuws. Abonneer dus. Dank voor het kijken.